dat te gluren, meneer? Of u zat eigenlijk? Nou, ik keek even wat voor soort hout het was. Ja. Ik denk, wat voor soort hout zou ik denk dat u meer benieuwd was naar wat er achter die schutting gebeurde, dat u daarom door dat gaatje zat te loeren. Gaatje? Welk gaatje? Ja, welk gaatje? Er zit een knots van een gat in die schutting, kijk nou. Er zit een gaatje! Ja. Goed, waar zou er voor zijn? Ja, waar zou er voor zijn dat die mensen kunnen zien wat wij voor kleding aan hebben? Nou goed. Oh jee. Wat is dat? U hebt geen das om. Ach, man. Ja, dat kan die mensen wat schelen in dat kamp. Kamp? De padvinders? Padvinders. Padvinders? Nudisten. Van der Molen, hoe maak je dat? Nee. Kijk nou wat er met grote letters op die schutting staat, man. Nudistenkamp. Daar lopen allemaal blootlopers. Oh, van alles uit goed voor u. Ja. Heb u nog wat gezien door de gaatje? Ja, je ziet ze zo, je ziet ze zo, zie je ze, je ziet ze zo, je ziet ze zo, je kan ze zo zien. Zeg, en allemaal van, ja, maar ook van, het is allemaal aanwezig, ja. Zeg meneer, zijn mannen of vrouwen? Nou, dat kon ik niet zien, want ze hadden geen kleren aan, maar... Zal ik u eens wat vertellen? Ik vind die mensen hebben groot gelijk dat ze zo lopen. Uiteindelijk zijn we toch allemaal naakt geboren? Hè? Nou, ik niet. U niet? Nee, ik ben met de helm opgeboren. Over een jaar of twee loopt u misschien ook zo. Nou, als de nou zo doorgaat met die belastingen, zat van motten. Sociale. Maar voorlopig doe ik de gordijntjes nog dicht als ik mijn voeten was, hoor. Ja, zeg, als u zo'n tijdje in zo'n kamp loopt, hè, ja. Hebben ze mij verteld, wat? Dan zie je het verschil niet eens meer. Nou, behalve als je tegen iemand oploopt natuurlijk. Dan ja, dat is zo. Zeg, meneer, kijk nog eens even door de gaatje. Huh? Kijk nog eens even door de gaatje wat of u ziet. Of ik nog even... Ja, dan kijk ik even mee. Nou, ik kan het even proberen, maar het lijkt me ouders wel een stuk goedkoper dan televisie. Als je zo'n schutting gewoon in je kamer hebt, lijkt me een stuk goedkoper. Dan dan ja, zou mij ook wel lijken. Ja. Nou, laten we nou even hier kijken. Ja. Hè? Zoekt u iets, heren? Hey, hallo! Kijk nou eens welke van Amoroy met de zuster. Wat bedoelt u? Ik bedoel, u staat mooi voor schutting. Ik snap niet wat u bedoelt, maar wat wilt u eigenlijk? Nou, het is zo, meneer hier is zijn hondje kwijt. Hondje? Ik heb helemaal geen hondje. Jawel, een kleine hondje. Ik heb nooit een hondje gehad. Jawel, die is net over de schutting gesprongen. Ik heb alleen twee goudvissen die springen in over de schutting. En nou wilde hij even kijken of hij hem zag, begrijpt u? Oh ja. En heeft u hem gezien? Ik heb het hondje niet gezien. Hondje niet gezien, nee. Is het misschien een tekkeltje? Zet u? Een tekkeltje, is dat het misschien? Nee, het is een teefje. Nou, wij hebben niets gezien, maar komt u maar naar binnen, dan kunt u beter kijken. Ja! Nou, ik heb er niet zo op gerekend met mijn ondergoed, eerlijk gezegd. Maar... Nou ja, als u naar binnen wilt, is daar een deur. Deur. Maar als u alleen maar door dat gaatje blijft loeren, dan bel ik de politie. Oké. Zo. Zeg. Het ziet er wel gezond uit, meneer. Ja, maar zou het nou niet strafbaar wezen, zoiets? Strafbaar? Waar moet dat onder vallen? Nou, weet ik veel. Eten leren van ongekeurd vlees. Ah, nee. Dat geldt alleen voor slagers, meneer. Luister nou, het is de kans van uw leven. Ga nou even kijken daar. Ja, zo'n kans krijg je niet gauw meer, natuurlijk. Ben je mal? Ik geloof dat ik hem mag kijken. Ik ga meteen kijken. Oké, zeg. En komt u weer even terug, brengt u mij weer even verslag uit. Ja, zo gauw ik mijn hondje gevonden heb. Zo'n hondje. Wat een giller, hè. Even kijken.
meneer. Wilt u onmiddellijk maken dat u wegkomt? Nou, kijk eens, meneer. Mijn vriend is hier aan de andere kant. Niets mee te maken, meneer. Wegwezen. Oké, agent. Opschieten, meneer. Agent. Meneer, hallo. Hallo, meneer. Bent u daar nog? Hé,